Mijn naam is Thomas de Velde en ik ben de teammanager van het TU Delft Solarboat Team. Het TU Delft Solarboat Team is een team van 30 studenten die een draagvlogenboot bouwen op zonne-energie. Hierbij doen we mee aan de Dong Energy Solar Challenge. Dit is de World Cup voor Solar Powered Boats. Voor mij in dit project omdat het een hele leuke ervaring is. Je leert zo ontzettend veel van ook binnen bedrijven, maar ook gewoon het opzetten van zo'n groot project. En dat leek me heel interessant. Mijn naam is Eefje en mijn afdeling houdt zich bezig met de productie. En wij zorgen ervoor dat er een plan is en dat op de juiste manier wordt uitgevoerd en binnen de juiste tijd. In totaal hebben we 9 maanden de tijd voor dit project en voor de productie hebben we 1 maand uitgetrokken. Ik ben Tim Heijnen en ik loop fulltime mee in de productie van de romp van de boot. Het hele ontwerp is gewoon zo vernieuwend. Daar ben ik wel heel trots op en gaaf dat we dat allemaal ontworpen kunnen hebben. Ik ben Lenny en ik doe de exposure, de financiën en de sponsoring. Waar ik het meest trots op ben, is de unieke teamsfeer die we hier hebben neergezet. Dat het gewoon één groot team is, maar dat iedereen vrienden van elkaar is. En er wordt gewoon doorgewerkt. Er heerst geen 9-tot-5 mentaliteit, maar een 9-tot-heel-laat mentaliteit. En daarnaast zijn we gewoon allemaal van verschillende studies afkomstig. En tijdens je eigen studie werk je bijna nooit in een multidisciplinair team. Dus het is heel erg interessant om te kijken hoe al die studies samenvallen en iemand van elektrotechniek bijvoorbeeld samenwerken met iemand van maritieme techniek om zo'n optimale boot te creëren. Mijn naam is Linda en ik ben verantwoordelijk voor het ontwerp van de accu van het solarbootteam. Onze tegenstanders zijn andere hogescholen, universiteiten, maar vooral ook particuliere bedrijven die elk jaar met hetzelfde team verder gaan en elke keer iets kleins aanpassen. En wij kunnen echt met iets heel nieuws en innoverends aankomen. Ik ben Gijs. Mijn afdeling is verantwoordelijk voor alle elektronische systemen. Dus van de zonnepanelen tot aan de accubox, tot aan de motor. Ten opzichte van vorig jaar hebben we sowieso een veel groter team, dus we hebben veel meer ontwikkelkracht. Dat stelt ons in staat om nog een gedurfder ontwerp aan te kunnen. Dus we hebben dit jaar de hele rompvorm opnieuw ontwikkeld. We zijn voor een hele andere zonneceltechniek gegaan. En we zijn eigenlijk ook nog voor een hele andere vleugelconfiguratie gegaan. Dus eigenlijk alles is helemaal opnieuw bedacht. Mijn naam is Gijsbert van Marrewijk en ik ben hoofd van het draagvleugelontwerp. Mijn afdeling ontwerpt de draagvleugels en eigenlijk alles wat onder water plaatsvindt als de boot met zijn romp uit het water is gekomen. Meest trots ben ik op het feit dat we heel veel bekende technieken gebruiken om één eigenlijk totaal nieuw concept neer te zetten.